Het nieuws van Overijssel, goedemorgen. Het gaat beter met de Twentse economie. De afgelopen jaren is door de provincie Overijssel en het regionaal bestuur arbeidsvoorziening, met steun van de nationale overheid en de Europese Unie, een groot aantal projecten opgezet. Die projecten beginnen inmiddels hun vruchten af te werpen, zowel in de industrie, in de transport, als ook op het vlak van het toerisme. De gezamenlijke inspanning zorgt voor ruim 3000 extra arbeidsplaatsen in het jaar 2000. En dan nog het weer. Periode met zon. De wind wordt vanuit het zuidwesten krachtiger. Geleidelijk neemt het aantal opklaringen toe. Deel van Nederland met bijzondere mogelijkheden. Met een centrale ligging tussen economische markten in Nederland, Duitsland en Oost-Europa. De bereikbaarheid van de regio is uitstekend. De snelweg A1 zorgt voor een goede verbinding met zowel belangrijke gebieden in Nederland als in Duitsland. Een internationaal spoorwegnet zorgt voor een goede verbinding per trein. Via het Twentekanaal is Twente ook over het water goed bereikbaar. Terwijl Twente Airport zorgt voor een goede bereikbaarheid via de lucht. Twente, het industriële hart van de provincie Overijssel, heeft zo'n 600.000 inwoners. De helft daarvan is te vinden in de steden Almelo, Hengelo en Enschede. Twente is een regio met een industriële traditie en vakbekwaam personeel. Daarnaast heeft Twente ook prachtig natuurschoon. Bossen, landgoederen, boerderijen. Twente is een boeiende regio. Een regio met mogelijkheden. In het verleden zijn die mogelijkheden al vaak benut. Zoals door de textielindustrie, die decennia lang een voortrekkersrol speelde in de economische ontwikkeling van Twente. De neergang van de textielindustrie in de jaren 60 en 70 had dan ook grote gevolgen. Vele andere bedrijven werden meegesleept in de val. De werkloosheid nam schrikbarende vormen aan. Volgens gedeputeerde Jan Oosterhof van de provincie Overijssel kwam de klap hard aan. De textiel is dus al jaren geleden eigenlijk helemaal afgebroken in Twente. Daar dreef Twente op. De concurrentie niet aangekund. Europa heeft de concurrentie op dat terrein niet aangekund. Die textiel is weggevallen. En dat heeft behoorlijke economische wonden achtergelaten in Twente. De veerkracht van werkgevers en werknemers werd in deze periode volop op de proef gesteld. Met succes. Er ontstonden talrijke nieuwe initiatieven, soms letterlijk op de fundamenten van de textiel. Volgens Jan Dijkma, voorzitter van het regionaal bestuur arbeidsvoorziening, bleef het geloof in eigen kunnen van de Twentse ondernemers overeind, ondanks de crisis. Twente heeft traditioneel een hele belangrijke industrie. De textiel was dan dat voorbeeld van een monocultuur, maar daarnaast hadden we de toelevering vanuit de metaal. En dankzij die sterke metaalindustrie is het toch mogelijk gebleken, en ook dankzij die traditionele industriële cultuur, om die revitalisering van Twente weer vorm te geven. Die revitalisering ging overigens niet zonder steun van buitenaf. In de jaren 80 worden met Europese steun talrijke verouderde industrieterreinen aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Naast de steun van de nationale overheid wordt de steun vanuit Brussel steeds belangrijker. Dat blijkt nog eens in 1994, als de Europese Unie Twente opnieuw aanwijst als herstructureringsgebied. Er komt geld om de economie een nieuwe impuls te geven. Ja, het is niet iets om trots op te zijn, maar het is wel iets om blij om te zijn. Want dat betekent dat Europa, dat Brussel, bereid is om ons te helpen hier. Om weer op het niveau te komen van de economische ontwikkeling in Nederland zelf. Dus om hetzelfde niveau te halen dan je omringende regio's, om zo te zeggen. De provincie en het regionaal bestuur arbeidsvoorziening reageren met een goed doortimmerd plan van aanpak. Dat plan is gebaseerd op drie pijlers. De industrie, het transport
en het toerisme. We vinden dat we heel goed zijn in de industrie, zo moet ik zeggen. Een heel groot ervaring hebben we daar. We hebben daar een verleden in. We hebben een sterke industrie in Twente. Dat moet je uitbouwen en versterken. Je kan vanuit Twente, zeker na het wegvallen van de muur, een soort cirkel trekken. Waarmee je een vrij centrale ligging voor transport en distributie, als achterland van de mainports die we in het westen hebben liggen, heel Europa kan bestrijken. Toerisme. En daar hoef je eigenlijk niets bij te zeggen. Ik zeg, ga Twente in, kijk om je heen. Dan zie je precies wat we te bieden hebben. We hebben eigenlijk van alles wat te bieden voor de rustzoeker. Dus dat moet je gaan benutten. Je moet gelegenheid bieden om hier te verblijven. Je moet gelegenheid bieden om rond te gaan, om routes te rijden, te kijken. Het aanwijzen van belangrijke sectoren alleen is niet voldoende. Daarom is in de plannen naast de genoemde sectoren industrie, transport en toerisme ook een aantal maatregelen opgenomen om de economie te stimuleren. Het gaat dan om het verbeteren van de infrastructuur, het stimuleren van innovatief ondernemerschap, het zorgdragen voor praktijkgerichte scholing en het verzorgen van promotieactiviteiten. De afgelopen jaren is met steun van de Europese Unie een groot aantal projecten gestart op elk van deze speerpunten. Een van die projecten behelst het restaureren van bijzondere monumentale panden door werkloze bouwvakkers. Vele historische gebouwen in Twente hebben door dit project hun oorspronkelijke glans teruggekregen. We leiden in dit project werklozen op. Die krijgen een opleiding voor 2 jaar en worden in die 2 jaar opgeleid tot gekwalificeerde bouwvaklieden met een specialisatie in restauratiewerkzaamheden. Bijkomend voordeel is dat toeristisch interessante gebouwen weer in oude luister worden hersteld. Zoals ook dit oude stationsgebouw, dat nu dienst doet als spoorwegmuseum. Zo stimuleert het project niet alleen de werkgelegenheid, maar ook het toerisme, want alle gebouwen krijgen na restauratie een toeristische bestemming. Een ander project is het membraanapplicatiecentrum. Vanuit het centrum wordt het gebruik van de membraantechniek gestimuleerd. Deze techniek maakt het mogelijk om afvalstoffen uit een vloeistof te filteren. Een milieuvriendelijke toepassing, maar in het midden- en kleinbedrijf ontbreekt het vaak aan de kennis over de membraantechniek. Het membraanapplicatiecentrum vervult een belangrijke rol voor het midden- en kleinbedrijf, omdat de kennis over dit soort nieuwe waterzuiveringsprocessen, innovatieve processen, vaak niet beschikbaar is, maar toch heel belangrijk kan zijn. Het membraanapplicatiecentrum is typisch een project gericht op het innovatief denken in de industrie, terwijl ook het overdragen van kennis een grote rol speelt. Het overdragen van kennis is ook een van de kerntaken van een opleidingsinstituut als het STOT. Met behulp van geavanceerde technologie worden leerlingen opgeleid voor de metaal, de elektro- en de kunststofverwerkende industrie. Een opleiding die volledig is toegesneden op de praktijk. Een groot deel van onze cursisten zijn in feite werkenden in bedrijven die door ons bijgeschoold worden in specifieke functietrainingen om hun vakmanschap beter te kunnen uitvoeren. Dat is eigenlijk de kern van onze activiteit. Het project kent een nauwe samenwerking met bedrijven uit de regio. Zo worden vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd. Voor deze praktijkgerichte manier van werken zijn grote investeringen nodig. Ik denk dat we zonder steun van de fondsen van de Europese Unie absoluut niet het centrum niet deze vorm hebben kunnen laten zijn zoals het nu is. Ook op het terrein van de infrastructuur is een groot aantal projecten ontwikkeld.
Snelwegen worden doorgetrokken, verbindingswegen verbeterd en bedrijfsterreinen ontsloten. Mede dankzij Europese steun komt de verbinding tot stand tussen de Rijksweg 35 en de Rijksweg 36 bij Almelo. Het centrum van de stad wordt daardoor ontlast, terwijl de industrieterreinen aan de rand van de stad beter toegankelijk worden gemaakt. In Enschede, waar ook de Universiteit Twente is gevestigd, wordt met Europese steun het Business and Science Park uitgebreid. Een hoogwaardig bedrijventerrein waar wetenschappelijke kennis en bedrijfsmatige ervaring hand in hand gaan. Bedrijfsverzamelgebouwen zorgen er voor goede huisvestingsmogelijkheden voor startende ondernemers. En de voorstadshalte Drinelo zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid per trein. Ook promotie en samenwerking vormt een speerpunt binnen de herstructureringsplannen voor Twente. Een voorbeeld is het Hoteloverleg Twente. In dit project hebben zo'n 50 hotels hun krachten gebundeld. Zij laten hun gezamenlijk belang prevaleren boven het belang van elk hotel afzonderlijk. Landelijk gezien lopen we wat achter bij andere provincies. Maar je kunt dan merken dat er echt door de promotie Twente gasvrij dat er een goede stijgende lijn in zit. Mede dankzij het hoteloverleg neemt het toerisme toe in Twente.